Dag allemaal. Welkom op de presentatie van het derde jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen. Het is een beetje een vreemde setting om het op deze manier te presenteren. Maar dat heeft uiteraard alles te maken met wat dacht u de coronamaatregelen. Maar sommige dingen zijn te belangrijk om te laten wachten tot we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten. Zeker als het over kinderen en jongeren gaat. De komende 50 minuten nemen wij u mee in de beleving van jongeren die verblijven in de gemeenschapsinstellingen en de besloten private voorzieningen in Vlaanderen. Hoe ervaarden zij het afgelopen jaar? Hoe zit het met hun rechten in een gesloten verblijf? Waar loopt het goed en waar botsen ze op? Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris en ook de voorzitter van de Commissie van Toezicht, zal de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen toelichten. Er komen ook 2 maandcommissarissen, zo dadelijk op bezoek, die komen vertellen over hun ervaring als ze op bezoek gaan in hun instelling. En tot slot zal ook de minister Wouter Beke zijn reflectie geven op het jaarverslag. In deze voorstelling kunnen we niet alles toelichten. Vanaf vandaag is het jaarverslag dan ook te downloaden op de website van de Commissie van Toezicht, als ook op deze van het Kinderrechtencommissariaat. We herhalen dat zeker nog eventjes op het einde. Voor ik het woord geef aan Caroline, leg ik jullie nog eens graag uit wat de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen net is. De commissie bestaat ondertussen 4 jaar. Het werd opgericht door het Vlaams Parlement en ingebed in de werking van het Kinderrechtencommissariaat. Het houdt toezicht op het leven van jongeren in gesloten voorzieningen. Jongeren van hun vrijheid benemen of sterk inperken zijn ingrijpende maatregelen. In die voorzieningen leven zij in een strakke structuur met een uitgesproken gezagskader. En dat vraagt om een bijzondere rechtsbescherming. Het is daarop dat de commissie toeziet. Hoe krijgen de rechten van deze jongeren vorm? Hoe ervaren zij dat leven? En hoe ervaren de voorzieningen dit? Het toezicht wordt georganiseerd door vrijwilligers, maandcommissarissen genoemd. Elke vrijwilliger heeft een eigen voorziening die ze maandelijks bezoeken. Ze spreken met jongeren en begeleiders. Ze doen mee aan activiteiten. Ze luisteren en observeren. Het is op basis van die maandelijkse bezoeken dat wij in dit jaarverslag een analyse konden maken. Als groep komen de vrijwilligers ook maandelijks samen in vergadering. En samen vormen zij dus deze commissie van toezicht. Het werkjaar 2020, ook wel het coronajaar genoemd, bracht heel wat uitdagingen met zich mee om dit toezicht te organiseren. Niet enkel voor de commissie, maar zeker ook had het een impact op de jongeren en de voorzieningen zelf. Dit en andere vaststellingen en aanbevelingen gaan we zo dadelijk in detail bekijken. Ik geef dan ook zeer graag het woord aan Caroline Vrijens om ons mee te nemen in de beleving en de ervaring van deze jongeren. Dankjewel, Inge. Zoals daarnet ook al gezegd, was 2020 echt wel een speciaal jaar voor onze commissie. In de eerste plaats omwille van corona. Het was natuurlijk vooral moeilijk voor de jongeren die in de gesloten jeugdinstellingen verbleven en voor begeleiders en directies. Ze moesten heel wat zaken herorganiseren. Maar ook voor onze maandcommissarissen was het een atypisch en toch wel een iets wat moeilijk jaar. Zij konden fysiek geen maandbezoeken meer doen tijdens de eerste lockdown, tijdens de coronaperiode. Het gewone leven stond ook in de gesloten voorzieningen on hold door corona. Wat betekende dat? Echt reorganisatie van de werkroosters binnen die voorzieningen. Leefgroepbubbels waar men rekening mee moest houden. Een ziekenboeg die men moest organiseren. Bezoeken konden enkel nog online doorgaan. Fysiek was dat niet meer mogelijk. Lessen werden geschrapt en buitenactiviteiten ook. Jongeren moesten heel dikwijls afstand houden van elkaar en mondmaskers dragen. En ook moesten nieuwe jongeren die soms binnenkwamen in de voorziening een week in quarantaine gaan. Al deze zaken lieten echt wel hun sporen na bij de jongeren in de gesloten instellingen. En de begeleiders die probeerden om het echt wel leefbaarder te maken. Ze waren minder streng soms en ze probeerden soms om echt extra activiteiten te organiseren in de leefgroep. Rechten kwamen echt wel onder druk te staan door corona. Ook in de gesloten voorzieningen. Maar men heeft lessen getrokken na de eerste moeilijke lockdownperiode. Het bezoekrecht werd toch wel versoepeld tussen jongeren en hun familie en men was toch voorzichtiger met het opleggen van quarantaines bij jongeren. We hebben ook wel herhaaldelijk gehoord, zowel van begeleiders als van directeurs, als van het agentschap, dat men de positieve elementen die men geleerd heeft tijdens die eerste lockdownperiode, dat men die wil behouden, dat men daar lessen uit wil trekken voor de toekomst. Zoals bijvoorbeeld de flexibiliteit die men toegestaan heeft voor jongeren rond de belmomenten, of de mogelijkheid voor jongeren om via beeldbellen contact te hebben met hun familie. Gelukkig konden onze maandcommissarissen terug fysiek bezoeken afleggen in de gesloten jeugdinstellingen, in tegenstelling tot de eerste lockdownperiode. Eigenlijk hadden we als commissie echt wel meer weerstand verwacht van jongeren op die richtlijnen, die moeilijke richtlijnen, en meer conflicten in de voorzieningen. Conflicten tussen jongeren en ook conflicten tussen jongeren en begeleiders. Dat is eigenlijk, achteraf bekeken, volgens ons toch wel binnen de perken gebleven. En we denken dat dat te danken is aan de grote veerkracht van jongeren, maar zeker ook de enorme inzet van de begeleiders. Ik ga een aantal quotes van jongeren brengen over hoe zij die coronaperiode beleefd hebben. Toen ik hier terug binnengebracht werd, moest ik 9 dagen in quarantaine. Ik kan dat aan, ik heb een sterk karakter. Maar andere jongeren gaan dan kapot van eenzaamheid. Of een andere jongere vertelt dat er geen bezoek meer kon. Dat was het hardste. Ik en nog heel veel jongeren hebben daar echt van afgezien. De psychologen en leerkrachten die stonden klaar om naar ons te luisteren. Naar onze onzekerheden, naar onze angst dat wij zelf of iemand van de familie ziek zou worden. Onze maandcommissarissen hebben, ondanks de moeilijkheden die corona met zich meebracht, echt gedaan wat ze konden om in connectie te blijven met de jongeren. Ze hebben dat gedaan door online contact te houden of contact te leggen of door telefonisch contact. We zijn er dan ook dit jaar, en daar zijn we fier op, opnieuw in geslaagd om op basis van die maandbezoeken van onze vrijwilligers, van onze maandcommissarissen, toch tot heel wat aanbevelingen te komen als commissie van toezicht. Ik wil eerst nog even vertellen op welke plekken onze vrijwillige maandcommissarissen precies allemaal komen. In de allereerste plaats is dat in de gemeenschapsinstellingen. Daar zitten de meeste van onze jongeren. Het gaat over een 360-tal plaatsen voor jongeren van 12 tot 18 jaar. In West-Vlaanderen is er een gemeenschapsinstelling, in de Kempen is er een en in Everberg. En die jongeren die zijn daar allemaal geplaatst door de jeugdrechter. Daarnaast is er het Vlaams Detentiecentrum. Dit jaar verhuisd van Tongeren naar Beveren. Daar zijn er 8 plaatsen voor uit handen gegeven jongeren. Deze jongeren zijn 16 of 17 jaar op het moment dat de jeugdrechter ze uit handen geeft omwille van het delict dat de jongeren dan gepleegd hebben. En dat is een oordeel van de jeugdrechter. Op het moment van de plaatsing zijn die dus 16 of 17 jaar. Nu zitten daar de meeste jongeren die daar nu zitten, zijn eigenlijk meerderjarig. Dan zijn er ook de private voorzieningen met een aanbod beveiligend verblijf. Daar gaat het over 37 plaatsen. In de Switch, in het Leuvense, in Jezelf, in de Leenwinning, de Overstap en de Praktijk. Ook die jongeren zijn daar geplaatst door de jeugdrechter. Het gaat op al die plekken over jongeren die een delict gepleegd hebben of die in een heel moeilijke leefsituatie zitten, een verontrustende leefsituatie. De private voorzieningen, voorheen noemden we dat de proeftuinen, nu is dat een erkend aanbod, zijn wel een ander type van setting. In die zin, dat is veel huiselijker en dat gaat over een leefgroep die eigenlijk ingebed is in een gewone jeugdhulpvoorziening. De deuren gaan daar normaal gezien niet op slot, behalve 's nachts doet men de buitendeuren wel degelijk op slot. Ik ga eerst beginnen met in te zoomen op de gemeenschapsinstellingen, waar de meeste van onze jongeren verblijven. We hebben de zaken die jongeren ons verteld hebben, aan onze maandcommissarissen verteld hebben, thematisch opgebouwd. En ik ga beginnen met in te zoomen op een punt dat we vorig jaar ook echt wel benadrukt hebben, en dat is de grote diversiteit qua jongeren. Er zijn heel grote verschillen tussen de jongeren die verblijven binnen de gemeenschapsinstellingen. Verschillen op vlak van leeftijd, maturiteit, maar ook verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat soms over jongeren met echt wel een zware beperking. Het gaat soms over niet begeleide minderjarige vreemdelingen die de taal niet machtig zijn, die geen Nederlands begrijpen, die hier soms heel weinig context hebben. Het gaat over jongeren met soms zware psychische trauma's of problemen, met een hele zware rugzak. Onze maandcommissarissen stellen bij de bezoeken vast dat in de gemeenschapsinstellingen niet altijd de gepaste ruimtes of infrastructuur voorhanden is voor bijvoorbeeld die jongeren met een zware beperking. Dat er niet altijd voldoende tolken voorhanden zijn voor jongeren die geen Nederlands begrijpen. En dat er soms ook niet genoeg psychiatrische zorg beschikbaar is. Ook al zet men in op samenwerkingen met de VAPH-sector en de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Toch merken we dat dat soms pijnpunten zijn. De commissie stelt zich dan ook de vraag hoe het zit voor die jongeren zelf die met een specifieke zorgnood zit. Krijgt die op dat moment echt wel de gepaste zorg? En we stellen ons ook wel vragen rond de rechten van de andere jongeren in de leefgroep. Soms komt er eigenlijk een nieuwe jongere binnen in de leefgroep met een zodanig zware mentale beperking dat dit op zich ook wel een hele grote druk legt op de andere jongeren die dat soms ook niet kennen of op de werking van de leefgroep. Het is zeker niet evident voor een team om om te gaan met die diversiteit, met die grote verschillen, maar we zien een enorme inzet van de begeleiders, van de directie, de pedagogische directie, om dit op te vangen en toch binnen de middelen die men heeft goede zorg te bieden. Wat vertelt een maandcommissaris daarover? Ik heb jongeren ontmoet die moeilijk in groep functioneren. Ze zeggen dat ook zelf. Ze kunnen zoveel drukte en spanningen niet aan. Ze kiezen er niet zelf voor om elke dag met zoveel volk samen te leven. De begeleiders organiseren zich zo dat ik ze vaak één op één aandacht zie geven, om de jongeren te ondersteunen en verder te helpen. En als we dan luisteren naar wat de jongere daarover zegt: ik ben nu hier omdat de kinderpsychiatrie mijn opname stopzette. Ik functioneerde daar niet goed. Ze zeggen dat ik last heb van waanbeelden. Ik heb last van donkere gedachten. Dat wel. Een heel belangrijk punt dat eigenlijk in heel veel gesprekken terugkomt tussen jongeren en maandcommissarissen is het punt of het thema van het pedagogisch leefklimaat. Hoe is het om te leven in de gemeenschapsinstelling? Wat betekent dat? Hoe wordt het dagelijkse leven geregeld? We zien eigenlijk als commissie toch wel een belangrijke evolutie. Gemeenschapsinstellingen zijn aan de slag gegaan, dat is duidelijk, om regels toch te reduceren en om de focus te leggen op het welzijn van jongeren. Die intentie is er zeker overal, maar is nog niet altijd in de praktijk effectief realiteit. Het vraagt ook tijd, dat beseffen we, om een strikt beheersregime toch wel los te laten. De ervaringen en de beleving van jongeren is daar cruciaal voor om echt tot dat positief leefklimaat te komen. En we zien dat de bezorgdheden en wat jongeren daarover zeggen, dat dat toch wel serieus genomen wordt. De onthaalfase werd definitief afgeschaft en we zijn daar ontzettend blij mee. Dat was ook een vraag van de Commissie van Toezicht, omdat we heel dikwijls jongeren daar alleen maar negatieve ervaringen over hoorden vertellen. Jongeren starten nu onmiddellijk op in de leefgroep, wat echt een stap vooruit is. Als we het hebben over een sociaal-pedagogisch leefklimaat en een positief leefklimaat, dan is vooral de relatie met de opvoeders enorm belangrijk voor jongeren. Soms loopt die goed en soms loopt het minder. Maar een relatie waarin er betrokkenheid is, nabijheid en respect en ruimte voor dialoog, wordt enorm gewaardeerd door de jongeren. Dat is ook wat onze maandcommissarissen horen. Een aantal jongeren brengen daar ook hun visie op. Ik had niet zo'n goede klik met mijn individuele begeleider, mijn IB. En dat voelde ik in alles wat we bespraken. De maandcommissaris signaleerde mijn gevoel bij mijn individuele begeleider, want zelf durfde ik dat niet. Wisselen van IB mag hier niet. Ik merk dat onze samenwerking en communicatie sindsdien beter loopt. Een andere jongere zegt: ik vind de omgang met de begeleiders hier goed. We zijn het niet eens over alles, maar ik voel me wel gerespecteerd. Als we natuurlijk spreken over een positief leefklimaat, een sociaal-pedagogisch leefklimaat, zijn leefregels, orde en discipline daar ook wel een heel groot stuk van. Leefregels geven structuur aan jongeren, aan leefgroepen, maar jongeren hebben het moeilijk als er te veel regels zijn of als de regels voor hen niet zo duidelijk zijn of als het gaat over informele regels. We zien nu in de gemeenschapsinstellingen dat er regels zijn op het niveau van de instelling, maar ook op het niveau van de leefgroep. En dat die laatste, die regels op niveau van de leefgroep, dat die vaak wel het resultaat zijn van afspraken in de groep. Jongeren waarderen het ook enorm als er kan versoepeld worden op het vlak van de regels, als de sfeer goed zit op een bepaald moment. Dan voelen ze zich ook meer behandeld als gewone jongeren. De vele kamermomenten en de duur van de kamermomenten vinden jongeren echt lastig. En het alleen op de kamer eten ook. Als we kijken naar de sancties, wat gebeurt er als jongeren de leefregels overtreden, dan kan dat eigenlijk heel verschillend zijn. Een extra kamermoment, een kamerarrest, een taak, een individueel regime, een time-out naar een andere instelling of zelfs afzondering. Een jongere zegt, onduidelijke regels zijn lastig. Van de ene opvoeder mogen we naar dat programma kijken, van de andere niet. Poelen mag bijvoorbeeld alleen 's avonds en niet in het vrije moment in de voormiddag. Van de ene mag er muziek op als we poelen, van de andere niet. Maar we krijgen daar zo weinig uitleg over als we vragen waarom. Wie vindt dat allemaal in godsnaam uit? Nog een andere jongere vertelt, ik kreeg 3 dagen afzondering in mijn kamer. Gisteren mocht ik 20 minuten naar buiten. Nu is het al 16:30 en ben ik nog niet buiten geweest. En ik weet niet wanneer ik wel kan of wat dan na die 3 dagen gaat gebeuren. Door corona werd vrije tijd binnen de gemeenschapsinstellingen natuurlijk helemaal anders ingevuld, omdat jongeren ook geen buitenactiviteiten meer konden doen. In wat jongeren ons verteld hebben, zien we dat ze het enorm waarderen als er een aantal mogelijkheden zijn om de vrije tijd te beleven en dat ze ook wel die keuzes mee kunnen maken. Een jongere zegt, ik kijk na 4 maanden met gemengde gevoelens terug. Ik heb hier wel wat geleerd. Met sommige begeleiders heb ik een heel goed contact. De ruimte om te kunnen sporten is belangrijk. Een film op vrijdagavond wordt gewaardeerd. Maar ik zat ook wel veel in mijn kamer, als ik zo eerlijk mag zijn. Dat blijft toch hangen, hoor. Een maandcommissaris vertelt, de meisjes werkten heel hard aan een artistiek project. Het theaterstuk Missen van de coulissen. Meisjes vertelden me dat ze nu niet weg wilden uit de instelling. Ze wilden blijven meewerken en de voorstelling mee tot een goed einde brengen. Naast vrije tijd maakt uiteraard het onderwijs een heel groot stuk uit van het leven in de gemeenschapsinstelling. Elke gemeenschapsinstelling organiseert ook onderwijs en soms gaan jongeren buiten de instelling naar een gewone school of probeert men ook wel vanuit de gemeenschapsinstelling de brug te leggen naar een school buiten de instelling. Maar jongeren klagen wel over een aantal zaken. Dat er te weinig keuzemogelijkheden zijn binnen de opleidingen. Dat het soms voelt als bezigheidstherapie of dat het ASO-niveau te laag is. Onze maandcommissarissen zien ook dat het niet evident is om onderwijs te organiseren in de gemeenschapsinstellingen voor jongeren die specifieke noden hebben, die eigenlijk buitengewoon onderwijs nodig hebben, maar dat het onderwijsteam er toch wel in slaagt om themalessen te geven. Laat ons luisteren naar wat jongeren vertellen. Wij als vrouw worden gediscrimineerd, zegt een meisje. We kunnen alleen maar kiezen voor de richting verzorging. Poetsen, wassen of koken. Alsof we niets meer kunnen dan dat. Nog een andere jongere zegt, van hieruit legden we contact met het CLB van de school waar ik ga heropstarten na mijn verblijf hier. Ik geloof erin. Ze hebben me gezegd dat ze mee gaan zorgen voor een goede reïntegratie in de school. Als laatste thema willen we toch ook nog iets zeggen over de participatieruimte. Ontzettend belangrijk. Eigenlijk komt het thema participatie terug in alle voorbije thema's die ik eigenlijk al met jullie overlopen heb. Participatie is vooral een basishouding. Maar daarnaast heb je ook wel formele participatie in bewonersraden, jongerenraden of groepsgesprekken. En we merken toch wel, dat valt toch wel op, dat die formele participatie, dat die toch echt meer aandacht krijgt in de gemeenschapsinstellingen. Dat men daar toch echt de focus op legt. We zien dat opvoeders jongeren ondersteunen om dat goed te kunnen doen. We zien ook wel dat er effectief terugkoppeling is naar de jongeren, als de jongeren in een bewonersraad bijvoorbeeld iets gevraagd hebben. En sommige maandcommissarissen hebben mee die formele participatiemomenten meegevolgd of hebben die samen met jongeren mee voorbereid. Een jongere vertelt daarover. De bewonersvergaderingen werden hier aangepast op een heel positieve manier. We bespreken de agendapunten eerst met elkaar en dat mogen we alleen doen. We spreken dan vrijuit. Dan duiden we een voorzitter aan die het voor ons verwoordt in de vergadering. Het verslag van de vergadering nemen de opvoeders mee naar hun maandelijkse teamvergadering. Stel dat we iets aanpassen, dan is er een testperiode van 2 weken en volgt er een nieuwe evaluatie tussen ons en het opvoedersteam. Een mooi voorbeeld van wat participatie heel concreet kan betekenen. Nadat we nu al die thema's overlopen hebben met jullie, hebben we daar ook opnieuw dit jaar een aantal aanbevelingen rond geformuleerd. In de allereerste plaats vragen we om te blijven investeren in de gemeenschapsinstellingen in het personeelskader en om teams echt te ondersteunen om te kunnen werken met een zeer diverse groep. Maak intensievere trajecten mogelijk ook, met de psychiatrie, het VAPH en met de integrale jeugdhulp, om echt te kunnen komen tot een goede, kwalitatieve zorg. Werk verder aan een positief leefklimaat en creëer een cultuur van dialoog. Hè, dat is die participatie. En creëer die cultuur in elke leefgroep, in elke instelling. Blijf ook kritisch wat de leefregels en het sanctiebeleid betreft. Zorg dat de motieven en de duur van regels en sancties dat die duidelijk zijn voor jongeren. En monitor die ook. Laat jongeren meepraten over de kamermomenten. We horen van jongeren dat ze echt het gevoel hebben dat er te veel kamermomenten zijn. Monitor ook die kamermomenten en maak van alleen eten in de kamer eerder een uitzondering dan een regel. Blijf verder investeren in het vrije tijdsaanbod dat aansluit bij de leefwereld van jongeren. En laat vooral ook opvoeders daar initiatief rondnemen. We zien dat er eigenlijk in de praktijk soms prachtige zaken op poten gezet worden, waar jongeren heel veel uit leren. Verbreed het onderwijsaanbod, eventueel samen met scholen buiten de instelling, en blijf inzetten op samenwerking met de thuisschool. Ontzettend belangrijk voor jongeren om de draad terug te kunnen oppakken. Verhoog de motivatie tenslotte van jongeren door hun inspanningen te valoriseren in het behalen van een diploma. Zorg dat ze ergens een diploma daaraan overhouden als ze een onderwijstraject gelopen hebben in de gemeenschapsinstellingen. En heel veel jongeren vragen ook om een theoretisch rijexamen te kunnen afleggen tijdens de periode dat ze in de gemeenschapsinstelling verblijven. Onze laatste aanbeveling is een aanbeveling die wij vorig jaar ook geformuleerd hebben, die in onze ogen ook ontzettend belangrijk is. Zorg ervoor dat jongeren kunnen vertrekken uit de instelling nadat de plaatsingstermijn van de jeugdrechter voorbij is. Het gaat over gesloten instellingen. Zorg ervoor dat ze daar kunnen vertrekken wanneer het tijd is, door voldoende aanbod buiten de gemeenschapsinstelling en doordat er goede afspraken gemaakt worden met voorzieningen of met diensten buiten de gemeenschapsinstellingen, zodat dat traject van jongeren kan verder lopen. Het is in onze ogen een schending van de rechten van minderjarigen als zij langer dan nodig, of dan uitgesproken, in de gemeenschapsinstelling moeten blijven. Daarnaast hebben we ook een aantal aanbevelingen rond het Vlaams Detentiecentrum. Ik zei het daar straks al, het Vlaams Detentiecentrum is dit jaar verhuisd van Tongeren naar Beveren. En de commissie is daar ontzettend blij mee. De infrastructuur in Tongeren was absoluut niet gepast om jongeren goede zorg te bieden. Maar we weten wel dat begeleiders er daar alles aan gedaan hebben om toch jongeren goed te kunnen begeleiden. Momenteel bevindt het Vlaams Detentiecentrum zich in Beveren. Het heeft zijn intrek genomen in een leegstaande gevangenisvleugel van de gevangenis in Beveren. De commissie betreurt wel dat er voor sommige zaken in Beveren ook te weinig ruimte is op dit moment. Zoals bijvoorbeeld voor bezoek, praktijklessen of projecten. Voor bezoek is er bijvoorbeeld 1 bureau waar er 4 tafels staan, eigenlijk een kleine ruimte. Maar het is niet te rijmen, het valt eigenlijk niet te rijmen met het recht op privacy dat daar dan 4 jongeren apart hun bezoek moeten ontvangen tegelijkertijd in die kleine ruimte. Er is een grote bezoekerszaal in de gevangenis, dus we moeten eigenlijk bekijken, of ik denk dat dat zou moeten bekeken worden, of dat ze daar gebruik van gaan kunnen maken. Daarnaast denken we dat het heel belangrijk is om het team goed te ondersteunen om snel nieuwe samenwerkingsverbanden te kunnen opzetten, lokaal in Beveren. Men had een heel netwerk uitgebouwd in Tongeren. Hè. Dan gaat het over opleidingen, praktijklessen, contacten met de VDAB, met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Die partners moeten nu opnieuw echt wel gevonden worden in Beveren om jongeren te kunnen ondersteunen. Ten slotte komen we aan de private voorzieningen. Daar wil ik eerst kort iets over zeggen. Die private voorzieningen hebben het statuut van proeftuin verlaten in 2020. Dit werd structureel erkend aanbod. Dat aanbod beveiligend verblijf, dat dus initieel een proeftuin was. Het opzet van die proeftuinen was eigenlijk net om experimenteerruimte te geven aan die voorzieningen over hoe besloten opvang in een private voorziening vorm kan krijgen. Het feit dat dat experimenteerruimte gaf, heeft natuurlijk geleid tot toch wel grote verschillen in de werking, in de pedagogische visie, tussen de verschillende private voorzieningen. Dat maakt het ook niet evident voor ons als commissie om algemene aanbevelingen te maken richting die private voorzieningen. Een van onze aanbevelingen is dan ook om te zorgen voor meer uitwisseling tussen de vier voorzieningen die daar vandaag actief in zijn, om goede praktijken te bundelen voor de toekomst. Een tweede aanbeveling is om jongeren vooral ook goed te blijven informeren over verschillen die er soms zijn in behandeling en over hun rechten. Zeer belangrijk, ook binnen die proeftuinen. De private voorzieningen, daar moet ik nog een extra woordje uitleg over geven. Er komen van nu tot eind 2022 in Vlaanderen 16 nieuwe private voorzieningen bij, die een beveiligend aanbod zullen hebben. Dat vloeit voort uit het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht, een decreet van 2019, waarin men de principiële keuze heeft gemaakt om enkel nog jongeren die een delict pleegden te laten instromen in een gemeenschapsinstelling. Dit wil zeggen dat andere jongeren die een vorm van beslotenheid nodig hebben, maar die dus geen delict gepleegd hebben, maar die soms ook wel wat moeten beschermd worden tegen zichzelf, tegen anderen, dat die een plaats zullen krijgen in die nieuwe private voorzieningen. Dat betekent dat het mandaat van onze commissie echt ook wel sterk wordt uitgebreid, want onze vrijwillige maandcommissarissen zullen ook op die 16 nieuwe plekken gaan toezien op de bejegening van de jongeren die er verblijven. Wij hopen dat de uitbreiding van dat aanbod binnen de private voorzieningen dat dat echt gepaard zal gaan met het uitwisselen van ervaringen en dat er een kader komt, een duidelijk kader, rond rechtswaarborgen voor jongeren. De commissie zal dat in ieder geval aandachtig opvolgen hoe dat verder vorm krijgt, hoe het pedagogisch beleid ontwikkeld wordt en in welke mate de deur op slot gaat. Dank u wel. Dank je wel, Caroline, voor de presentatie van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. En ondertussen zit ik niet meer alleen aan deze grote tafel, is Caroline komen aanschuiven. Welkom, Caroline. En heb ik ook het gezelschap van twee van onze vrijwilligers, maandcommissarissen. Welkom, Hilde Florquin, Eef Goedseels. Wij gaan zo dadelijk met jullie in gesprek om eens te horen hoe zo'n bezoek aan zo'n voorziening in de praktijk verloopt. Eef, kan je anders ons eens vertellen voor... of welke instelling dat jij maandelijks bezoekt? Ja, ik ben maandcommissaris in De Markt, in Mol. We zijn daar met twee maandcommissarissen. Daar verblijven, denk ik, ongeveer een 80-tal jongeren in 9 leefgroepen. En dat zijn ook heel verschillende leefgroepen. Je hebt daar een paar, wat ze dan noemen, de reguliere leefgroepen. Dat zijn meestal jongens of meisjes met 10 het samenleven in een leefgroep. Daarnaast heb je ook de gipgroepen. Dat zijn kleinere groepen. Dat zijn jongeren die het... wat moeilijker hebben en mentaal wat zwakker zijn en die ook wat meer rust nodig hebben en ook individuele begeleiding. Dus daar wordt veel meer op maat gewerkt. Dan zijn er ook nog time-out leefgroepen. Dat is dan voor jongeren die meestal in een private voorziening verblijven, waar het dan even moeilijk loopt. En dan komen die voor 15 dagen naar de markt op time-out. Ja. En dan keer die nadien terug naar hun voorziening. En dan is er ook nog een leefgroep kortverblijf. En voor de jeugdrechters kunnen jongeren voor 15 dagen ook plaatsen. Als ze bijvoorbeeld zich niet aan voorwaarden gehouden hebben. En dat is ook daar is ook samen een leefgroep afzondering en isolatie. Waar jongeren in isolatie of afzondering kunnen geplaatst worden. Ja. Je ziet wel maandelijks een aantal jongeren dan, als ik dit hoor. Ja. Ja. We zijn met 2 maandcommissarissen. En ik heb 5 leefgroepen die ik bezoek. En Pieter heeft er 4. Ja. Ja. Hilde. Heb jij ook zo'n grote instelling te bezoeken? Minder groot, maar ik ben maandcommissaris in De Grubben, in Everberg. Daar momenteel zitten daar 49 jongeren, verdeeld over 5 leefgroepen. Dat is echt dus een gesloten jeugdinstelling in die zin dat zij in een zeer gesloten, gedisciplineerde structuur leven. Op momenten dat ze vrij zijn, zitten ze op hun kamer met gesloten deur. Zij komen daar ook heel de periode niet buiten. Dus ze hebben lessen in De Grubben. De activiteiten zijn in De Grubben, bezoek in De Grubben. Zoals ik zei, zijn ze verspreid over 5 leefgroepen die ook totaal van elkaar gescheiden zijn. Dus het zijn eigenlijk 5 aparte wooneenheden. En dat zijn alleen jongens tussen 14 en 18 jaar. Ja. En het is de bedoeling dat de groep uitgebreid wordt... En dat ook eventueel in september 2022 zouden er meisjes verwacht worden. Ja. Dus dat gaat ook voor een hele grote verandering zorgen. Mm-hmm. Kan ik me voorstellen. Ja. 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 Oké. Okay. Wat we doen als Commissie van Toezicht, dat is eigenlijk een extra raam openzetten op het leven van jongeren die in op een gesloten plek leven. En de mensen kennen dat wel. Hè. Die zeggen dan van, hè, die jongeren zitten in Everberg, die jongeren zitten in Mol. En eigenlijk in de samenleving bestaan er heel uiteenlopende ideeën over wat dat eigenlijk is, die plaatsen. Sommige mensen zeggen, het zijn gevangenissen. Andere mensen zeggen van, eigenlijk is de werking daar misschien zelfs nog te open. Maar voor ons stelt natuurlijk vooral hoe dat jongeren die gesloten plekken, hoe dat zij die beleven. Hoe is het voor jullie als maandcommissaris om op zo'n bijzondere plek als een gemeenschapsinstelling binnen te komen? Ja, het is niet alleen een bijzondere plek, het is vooral een bijzondere ervaring voor ons. Mm-hmm. Ik kom daar binnen en de eerste keer, zoals je zegt, Everberg. Ik moest ook even slikken toen ik hoorde, je krijgt Everberg, want iedereen zei Everberg. De gevangenis, de jeugdgevangenis van Everberg. Dus de eerste keer dat ik daar binnen ging, was dat met zo'n klein hartje. Ik kende heel die wereld helemaal niet. Mm. Je komt daar binnen, je moet een eigen plaats zoeken, je moet kennis maken met zoveel mensen, zoveel regels, zoveel plaatsen, zoveel ruimtes. En dan krijg je nog 50 jongeren die je moet bezoeken. Dus voor mij was dat, oei, kan ik dit? Hoe gaat dat hier gebeuren? En de meest rijke ervaring voor mij, en nog altijd vandaag, is dat daar een ongelooflijke variëteit aan profielen zijn. Mm-hmm. Daar zijn jonge mensen, vooral gekwetste jonge mensen, kwetsbare jonge mensen. Daar zijn grote monden, kleine hartjes. Daar zijn... ze hebben allemaal feiten gepleegd, sowieso. Hè. Jongeren met een ongelooflijke context. Jongeren met een gewone context. Maar daar zitten ook jongeren met dromen, jongeren met hun passies, jongeren met hun talenten. Dus je krijgt daar een ongelooflijke grote variëteit aan jongeren. En dat is voor mij het meest rijke van de ervaring. Elke keer opnieuw in gesprek gaan met die jongeren. Want ik heb daar straks misschien nog niet gezegd dat die jongeren in Everberg maar maximum 2 maanden mogen blijven. 2 maanden en 5 dagen. Dus dat betekent, als ik in gesprek ga met hen, dat ik altijd andere jongeren zie. Dus ik kan nooit een traject opbouwen of ik kan nooit een proces uitwerken. Ja. Dus ik moet altijd maar nieuwe jongeren zien. Dus ik heb al op 4 jaar tijd ontzettend veel jongeren ontmoet en met die jongeren in gesprek gegaan. Dus het blijft elke keer als ik daar binnen ga een bijzondere ervaring. Ja, je kent hen een tijdje en dan... Ja, ik ken hen eigenlijk, want ik ga maar 1 keer in de maand, dus de volgende maand. En ik kan geen 5 leefgroepen op 1 dag doen. Dus eigenlijk zie ik bijna nooit iemand terug, tenzij ze een paar maanden later, en dat gebeurt spijtig genoeg ook, daar terug zitten. En dan zie ik ze voor een 2e keer. En een grote variëteit dus aan profielen. Maar de jongeren, ongelooflijk. Ja, het is een rijkdom, zou ik zo zeggen. Maar het zijn vooral kwetsbaren en gekwetste jongeren. Heel veel. Dank u. En is dat bij jou ook zo, Eef? Heb jij ook die ervaring? Ik kan me daar wel een stukje bij aansluiten. Voor mij was dat ook in het begin. Hè, zo de eerste bezoeken, dan zo toch wel wat, dat was echt spannend. En daar binnenkomen en iedereen moeten leren kennen van het onthaal, de opvoeders, de jongeren. En dat is echt zoeken en een stukje vertrouwen opbouwen. En ik merk wel nu, als ik daar nu kom, dat is een stukje, voor mij is dat, ik noem dat soms ook wel mijn instelling, ik kom daartoe. Ik heb mijn plek daar. Aan het onthaal zeggen ze, de maandcommissaris is daar. Je komt in die leefgroepen. Ondertussen ken ik de begeleiders ook al. Bij mij is het anders dan bij Hilde. Dat de jongeren daar vaak ook wel langer verblijven. Maanden, soms zelfs een jaar of langer. Dus je kunt daar wel een stukje een band mee opbouwen. En dat is bij sommige jongeren ook wel. En soms ga ik echt op bezoek en dan heb ik echt goesting om te gaan. Om eens te horen, hoe zou het ermee zijn? Of dan hebben die iets verteld en dan wil ik horen, hoe is dat nu... Is dat nu gelopen? En ik heb dat ook wel, zoals Hilde vertelt, zo, ik vind die gasten... sommige daarvan, ik zei het daar straks ook tegen Hilde, van, sommige daarvan beginnen ook wel graag te zien. Of dat zijn heel veel gasten die... Ik vind dat die heel vaak heel wijze dingen zeggen. Hè, dan, zo van die uitspraken dat ik denk van, amai, die hebben dan zoveel meegemaakt en die kunnen echt heel wijze dingen zeggen. Die brengen mij ook heel vaak aan het lachen. Dus ik vind dat ook elke keer opnieuw heel fijne ontmoetingen. En ik vind dat elk bezoek ook. Ik rijd altijd naar huis en ik ben altijd op een manier wel geraakt. In de negatieve en de positieve zin. Soms geraakt door de schrijnende verhalen of door situaties daar en die toch wel beter kunnen. Maar ook in de positieve zin. Zo geraakt door opmerkingen, door gesprekken, ook van de opvoeders. Hè. De warmte en de betrokkenheid die ik soms ook wel voel vanuit de begeleiding. Dus ik vind dat, zoals Hilde zegt, ik vind dat het is wel zoeken soms. Het is niet altijd gemakkelijk. Maar het is wel iets heel verrijkend en ook iets bijzonders. En die gasten, ik vind dat, ja, die verbazen mij echt elke keer opnieuw. Zo. Ja, dat is mooi dat je dat zegt. En je zegt, het is eigenlijk een beetje zoeken. Ik kan me voorstellen, als je dan een maandbezoek doet, dat het niet altijd even gemakkelijk is als vrijwilliger om zo een gesprek aan te knopen. Sommige bezoeken zullen misschien supervlot lopen en er is veel te doen en iedereen babbelt. Ik kan me voorstellen dat je op sommige bezoeken merkt dat jongeren niet zoveel zin hebben om in gesprek te gaan. Hoe doen jullie dat dan als jullie binnenkomen? Hoe pak je dat aan om met jongeren te babbelen? En als je bepaalde thema's naar begeleiders toe bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat dat ook niet zo simpel is. Als je bepaalde thema's wil aanbrengen, hoe pakken jullie dat eigenlijk aan? Eef, hoe doe jij dat? Dat is heel verschillend. Hè. Zoals gezegd, ik kan daartoe komen en soms ik ga dan van leefgroep naar leefgroep. Wij komen ook onaangekondigd, dus wij komen daar gewoon binnen. En soms zitten die aan tafel en dan schuif ik mee aan tafel en dan observeer ik vooral. En soms vraagt een jonge mevrouw, maar ik heb zo'n gesprekje met u. En dan ruim ik mee af of ik doe mee de afwas. En dan zet ik mij, als iemand goesting heeft, even met iemand apart voor een gesprekje. Soms kan het ook gebeuren dat de jongeren op kamer zitten en dan ga ik echt op kamer één voor één op de deur kloppen en dan zeg ik, stel ik mij kort even voor als ze mij nog niet kennen. En dan vraag ik meestal wel van heb je vragen, zijn er dingen, heb je klachten, hoe loopt het met u? En soms voelt je dat jongeren, soms zijn ze aan het slapen, aan het lezen of naar tv aan het kijken en dan voelt je van, dan zeggen ze nee mevrouw, het hoeft niet. En dan, soms blijf ik nog even staan zo, of dan zeg ik nog een vraag bij. Maar als ik voel van, ze hebben geen zin, dan ga ik door. Maar soms komt dat ook wel. Hè. Dan begin je te vragen van, hoe lang moeten we nog blijven? En kijk er naar uit om te vertrekken. Dus die gesprekken die... soms gaat het vanzelf en soms voel je ook wel... En soms kan het ook zijn dat ik een leefgroep binnenkom en dat er juist iets gebeurd is of dat er wat spanning zit tussen de opvoeders en de jongeren. En ik zeg, mevrouw, en dan komen ze met heel de groep. Of dan zeggen ze... En dan moet ik echt zeggen, oké, rustig, even gaan zitten. En dan één voor één. En dan moeten ze ventileren. En dan kunnen ze elkaar daarin ook wel versterken. Ja. Dus het is heel verschillend. Het is echt elke keer anders, in elke leefgroep anders. En, ja... Je weet niet wat er gaat gebeuren voordat je binnenkomt, eigenlijk. Nee. Het is altijd wat voelen. Ja. En bij jou ook, Hilde? Ik heb nu eigenlijk wel 3 jaar ben ik fysiek aanwezig geweest. Door corona moest ik het laatste jaar eigenlijk, omwille van mijn leeftijd, via beeldbellen doen. En ik vind dat dat een heel groot verschil geeft wel. Hè. Als je er fysiek aanwezig bent, zoals Eef zegt, je komt daar binnen, je voelt al direct, er is een sfeer, er is een context, je gaat ermee aan tafel zitten, je eet met hen, je gaat mee naar de lessen, je kijkt naar televisie, je begint te praten, je gaat met hen naar de kamer. Sommigen komen vragen, mevrouw, kan ik met u praten? Dus als je er bent, gaat dat eigenlijk vrij vanzelf. Hè. Nu, dat laatste jaar was dat wat formeler, want dan moest ik dat via beeldbellen doen. Maar ik merkte ook dat jongeren nood hebben om te praten. Het is niet zo dat ze zeggen, we moeten daar met een onbekende, met een beeld, tegen een beeld gaan praten. Zo was het niet, want ik heb eigenlijk de laatste maanden 15, 16, 17 jongeren per maand altijd kunnen praten. Die wilden ook van alles vertellen. En mijn gesprekken gaan altijd zo, ik begin altijd heel simpel, hoe is het vandaag, hoe is het met jou? Hè? En dan, je hoort al direct aan het antwoord, goed, niet goed, of je hoort al direct wat de sfeer is. En dan begin je, maar ze zeggen altijd, goed, en met jou mevrouw, altijd heel beleefd, moet ik zeggen, heel beleefd. En dan begint dat, dan hebben ze zo wel een paar opmerkingen of dingen waar ze niet tevreden over zijn, maar ik probeer toch altijd van... verder te gaan dan dat. Hè. Ik blijf daar wel bij hangen een beetje. Ik neem dat mee. Ik spreek ook af wat kan ik meenemen naar de verantwoordelijke, naar de directie. Maar dan probeer ik het gesprek toch open te trekken. En hoe gaat het in de lessen? En hoe is het contact met je thuisschool? En hoe is de sfeer in de groep? En kom je overeen met de anderen? En ik probeer dan nog wat verder te gaan altijd en zeggen, en heb je plannen? Wat ga je doen als je hier vertrekt? Hè? Heb je een plan voor je leven? Ik probeer het zo positief mogelijk te maken, dat ze wat perspectief voelen. En ook durf ik wel zeggen, of vind ik... Ja, en dat is ook zo. Ik zeg dan tegen hen... Goed, ik hoor dat je plannen hebt. Ik geloof in u. Doe er iets mee. Ik hoop dat ik u niet meer moet terugzien hier. Dus voor een jongere is dat heel tof om te horen dat er eens iemand zegt... Ik luister naar u, ik vertrouw u, ik geloof in u. Dat vindt een jongere heel belangrijk. En je ziet die dan van zo soms naar zo gaan. En ik vind dat wel heel belangrijk. Dus die gesprekken, dat is eigenlijk... altijd ongeveer hetzelfde, maar het hangt een beetje af van de jongen die voor jou zit, wat hij ook aanbiedt. Wil aanbrengen. Om er iets mee te doen. Hè. Ja. Wow. Want die gesprekken zijn... Allee, ik vind die echt zelf fantastisch. En ja, het is een hele rijke ervaring. Allee, ik denk dat wij op dezelfde manier er tegenaan kijken. Hè. Ja. Ja, dat is mooi om te horen. Je vertrekt eigenlijk heel... hard van wat de jongeren op dat moment aanbrengt. Daar doe je het mee. Het is hun beleving. Je neemt de beleving zoals het brengen, maar dan hoor ik toch ook wel van ja, dan gaan we ook soms wel wat verder kijken. Hè, van wat kunnen we ermee terugnemen of teruggeven aan de voorziening? Ja. En hoe kunnen wij in dit gesprek ook verder gaan? Hè, van wat kan je er zelf mee doen? Hè, wat ga je nog doen? Wat is de toekomst? Ja. Dat is wel fijn om te horen dat zo'n gesprek verschillende facetten kan bevatten. Ja. Ja. Vraagt ook wel wat vaardigheden, denk ik, die niet zo evident zijn om te doen. Ja, maar gaandeweg, je leert dat wel. Hè? Ik kom nu wel uit onderwijs, dus ik was wel gewoon op gesprekken te doen met jongeren. Ja. Maar het zijn toch... het zijn andere jongeren, laat ons zeggen. Maar de echte gesprekstechnieken om met jongeren te praten zijn eigenlijk altijd dezelfde. Ja. En je voelt direct dat ze meestappen, dat ze dat tof vinden dat er geluisterd wordt. En ze zeggen dat ook. Tof, mevrouw, dat u eens luistert. Ja. Dat u eens tijd neemt om naar mij te luisteren. Ja. Dus dat is wel belangrijk, denk ik. In het hectisch, in de waan van de dag, even een rustmoment om gewoon van mens tot mens te spreken. Ja. Ik hoor ook heel fel de open vraag, hoe is het? Ja, en dan heel belangrijk. Komt het gesprek op gang. Ja. Nu, jullie spreken met de jongeren, jong adolescenten. Heel vaak jonge mensen zitten heel fel in het hier en nu denken. Ik kan me voorstellen dat jongeren ook dikwijls hier en nu oplossingen van jullie verwachten. Of dat er ook andere verwachtingen leven. Hè. Ik kan me voorstellen dat een jongere zal verwachten, kan je mijn plaatsing ongedaan maken? Hè. Of ik zit nu met dit probleem, ik verwacht nu ook van u hier en nu een oplossing. Hoe ga je daarmee om? Met de verwachtingen van die jongeren? Met het hier en nu denken en hier en nu oplossingen vragen? Ja, de meest kritische jongeren die zeggen... op het einde van het gesprek, en nu mevrouw, wat gaat er nu mee gebeuren, wat ik hier vertel? Ja. Hè? En dan probeer ik het ook duidelijk te maken. Ik zeg, kijk, er zijn een aantal kleine dingen die gemakkelijk kunnen aangepast worden en die heel gemakkelijk bespreekbaar zijn. Maar andere dingen over de manier waarop de politie met hen is omgegaan of de manier waarop zij... in een dagindeling zitten, dat is veel ruimer dan dat. Ik zeg, dus daar kunnen wij echt niks aan veranderen. Wij kunnen wel doorgeven dat je het daar moeilijk mee hebt. Maar je mag niet verwachten dat dit gesprek nu, ik weet niet, van een aardverschuiving veroorzaakt. Dat kan niet. Wij kunnen naar jou luisteren, we geven het door. En binnen in het team met opvoeders en campusverantwoordelijken en directie wordt er eens gekeken, kunnen wij ergens bijsturen. Maar meestal is dat niet, in Everberg zeker niet, voor de jongeren die daar zitten. Die blijven daar maar 2 maanden, dus daar kunnen niet zo'n grote veranderingen gebeuren. Ja. Maar er zijn er toch echt die erop drukken, mevrouw, wat doen we daarmee? En dan vraag ik specifiek aan de campusverantwoordelijke om even terug te koppelen. Ja. Zodanig dat hij weet, kijk, die maandcommissaris heeft dat ook doorgegeven, heeft dat besproken, gaat er misschien iets mee doen. En dan vraag ik echt, alsjeblieft, koppel terug. Zodanig dat aan de jongeren, hè? Aan de campusverantwoordelijken. Ja. Om heel transparant te blijven eigenlijk. Ja, en ook omdat ze dan toch denken... Ja, ze doet er toch iets mee. Het is niet zo, die zit hier te luisteren en dat is het. Want ik zou dat jammer vinden dat ze dat gevoel zouden hebben. Zeker. Ja. Eef, ervaar jij dat ook soms bij jouw jongeren in jouw voorziening? Het hier en nu denken, het hier en nu oplossingen verwachten. Soms ook verkeerde verwachtingen. Ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld niet altijd evident is om met het verhaal van de jongeren aan de slag te gaan, ook om terug te koppelen aan opvoeders als er een verwachtingspatroon zou leven. Hoe doe je dat in de maandelijkse bezoeken? Ja, dat klopt wel. Hè. Soms hebben jongeren echt wel vragen. Soms zijn dat eenvoudige vragen die ik heel gemakkelijk... En gaat over, ja, hoe lang moet ik op kamer blijven? En dan zeg ik van, ja, ik ga het even aan de opvoeder gaan vragen en dan koppel ik terug. Als ze inderdaad soms vragen van... Kunt u ervoor zorgen dat ik hier niet meer moet zitten? Ja, dan kan ik ook wel zeggen wat mijn rol is en wat ik wel kan en niet kan. Mm-hmm. Soms zijn dat ook wel gevoelige zaken of dingen die jongeren op een bepaalde manier beleefd hebben. Er is een incident geweest met een opvoeder en ze vertellen daarover hun verhaal, hun beleving daar rond. En dan zeggen ze, ja, je mocht dat wel. Ik vraag ook altijd het mandaat van hun, of ik het mag terugkoppelen met de begeleiding. Ja. En als ik dat doe, is dat inderdaad niet altijd evident. Hè? Want je hebt het verhaal van de jongeren gehoord, de stem van de jongeren. En om dan terug te koppelen naar een opvoeder. Wat ik wel belangrijk vind, en dat zeggen wij ook altijd naar de opvoeders toe, van kijk, wij willen geen oordelen vellen. Hè? Wij gaan ook niet uitzoeken wie een fout is, wie de schuldige is, waar juist of fout is. Wat dat wij vooral doen, is een stukje ook in eerste instantie ook luisteren. Even de opvoeder... de ruimte geven om ook zijn belevingen te vertellen. En ze vinden dat ook wel belangrijk om even te kaderen van waaruit iets gebeurd is. Ja. En dan zeggen wij, ja, dan na dat gesprek, als ik dan die ruimte heb gegeven, dan probeer ik toch altijd om nog eens, omdat wij toch een stukje vanuit de stem van de jongeren spreken, of proberen zijn stem te laten horen, toch ook in dialoog te gaan met de opvoeder van oké, wat er ook gebeurd is, ik heb nu het verhaal gehoord, maar dit is hoe de jongere zich daarbij voelt en wat kan er eventueel in dialoog gaan, wat kan er nu eigenlijk mee gebeuren? En met die onderliggende behoeften, want dat is wel wat bij de jongeren leeft. Dus het gaat vooral, ik denk dat onze taak vooral is niet om oordelen te vellen, om controle uit te oefenen, maar vooral vanuit de stem van de jongeren in dialoog te gaan met de opvoeders om te kijken hoe kan er tegemoet gekomen worden aan onderliggende behoeften en belevingen van jongeren. Ja. Als ik dat zo hoor in jullie beide verhalen, is echt wat de jongeren jullie brengt, de beleving, jullie vertrekpunt, jullie vertrekbasis, om dan verder ook in overleg te gaan met opvoeders, begeleiders. Niet zozeer zoeken naar wat is juist, wat is fout, maar zij beleven dit, ik breng dit in gesprek. En wat kunnen we hiermee? Wat is hier achterliggend? Ja. Dus het mandaat vertrekt echt wel vanuit de jongeren en zijn verhaal. Dat is ook het unieke, denk ik, aan de functie. Ja. Bij wijze van afronding. We hebben daarnet, Caroline, gehoord over de belangrijkste bevindingen, ook de aanbevelingen. Maar ik kan eigenlijk van jullie vragen, vanuit jullie ervaring met de jongeren, wat is voor jullie het belangrijkste aandachtspunt? Het is moeilijk om eentje te kiezen, ik weet het. Maar ik ga jullie toch uitdagen één naar voren te schuiven. Ja, er zijn er nogal wat, denk ik. Maar ik vind het bijvoorbeeld participatie heel belangrijk. Wanneer jongeren met kleine vragen komen, dan zeg ik altijd... Maar bespreek dat nu toch eens op die bewonersvergadering of op het groepsgesprek. En dan zeggen ze, ja, dat is niet zo gemakkelijk om dat te uiten. Dus dan denk ik, jongeren moeten daar wat meer in begeleid worden om zo te leren participeren. En ik weet dat ze in Everberg gaan beginnen met een project participatieruimte, waarin ze jongeren gaan uitnodigen om nog meer te leren vragen hoe kan mijn dag ingedeeld worden, zowel qua vorm als inhoud. En ik denk dat dat een heel belangrijk project is. En ik wil dat zo van op afstand wel wat meevolgen. Ik denk dat dat... heel goed is. De interesse is gewekt. Ja. En jongeren gaan dan een beetje een insteek. Ja, en die gaan dus zelf mogen... Okay. Die worden uitgenodigd om zelf dingen aan te brengen. Ja. En dat vinden ze nu moeilijk. Ja. Oké. Dat is mooi. Eef, mag ik u ook uitdagen er eentje naar voren te schuiven? Ik vind dat ook heel moeilijk. Maar wat mij tijdens mijn bezoek wel dikwijls heel erg raakt... dat is ook een leefgroep die ik bezoek, dat is afzondering en isolatie. En de jongeren die in afzondering geplaatst worden, vaak het proces van vaak een incident de aanleiding geeft tot een afzondering. Ja. Zo de weg ernaartoe, het jongeren overbrengen, dat op zich is vaak al, vind ik, heel ingrijpend. En dan het feit dat jongeren eigenlijk gedurende soms meerdere dagen afgezonderd zitten op een kamer, waar ze eigenlijk, ze noemen dat dan luchten, 2 keer per dag gelucht worden en voor de rest eigenlijk alleen daar zitten. Ik ga dan binnen bij hun, ik doe een gesprekje en dat is echt een kleine kamer waar die dan eigenlijk gedurende meerdere dagen soms alleen zitten. En ik denk dat daar nog veel werk naar is, van dat je kunt afvragen wat is de zin daarvan. Jongeren geven ook dikwijls aan van ik voel mij eenzaam, ik word hier zot, mijn gedachten gaan met mij aan de haal. Zo. En dus ik denk dat daar nog wel... En ik weet ook wel dat ze daar zelf ook de gemeenschapsinstellingen zoekende zijn van hoe kan dat anders. Dus ik denk dat een belangrijk aandachtspunt is, maar ook het proces ervoor. En ook zo vaak is zo'n afzondering echt het resultaat van een escalatie, hè, van dingen die escaleren. Dat ik denk van, kun je in die voorfase, hoe kun je zorgen dat zaken niet escaleren, dat dan uiteindelijk moet teruggegrepen, want dat is dikwijls dan dreigen met, als je nu niet, dan gaat je op kamer, als je nu niet, dan. En dan kom je uiteindelijk bij die afzondering. Ik denk dat er in dat voor, de preventie naar... ook nog wel veel werk is. Dus voor mij is dat echt wel iets waar ik elke keer... Ja, dat is toch wel een punt dat mij ook echt raakt. Zo die afzondering van die jongeren. Ze hebben dan eigenlijk juist heel veel nood aan zorg en nabijheid. De invulling eerder, ook kijken we naar afzondering als beveiligingsmechanisme. En hoe vullen we dat zinvol in? Ja. Hoor ik u wel zeggen van... Dat is toch wel een aandachtspunt voor de toekomst, ook voor de commissie van toezicht om... Ja. Ik denk vooral uit twee aspecten. Van hoe kunnen we dat eigenlijk maximaal voorkomen? Ja. En twee, als het dan toch gebeurt, hoe kan het dan zo beperkt mogelijk en zo zinvol mogelijk met genoeg zorg en nabijheid voor de jongeren? Ja, dus zo die aspecten. Mogelijk, want dat is toch wel heel belangrijk, denk ik. Het humane aspect, ja. Ik hoor inderdaad de-escalatie of oproep voor de-escalatieplannen en dan invulling, humane invulling van afzondering. Ja. Hilde en Eef, mag ik u allebei hartelijk bedanken om samen met ons op een veilige afstand in deze studio te komen reflecteren over het jaarverslag en vooral jullie ervaringen te delen als maandcommissaris. Hartelijk dank. Dank je wel. Zo, we zijn bijna bij het einde van deze presentatie van het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen. We hebben de belangrijkste aanbevelingen gehoord, we hebben de praktijkervaringen gehoord. En het is tijd om nu de beleidskant eens te horen. We hebben aan minister Wouter Beke gevraagd om een reflectie te geven op dit jaarverslag. Luistert u even met ons mee. Hallo allemaal. Het voorbije jaar was een ongelooflijke wervelstorm. Voor ons allemaal, maar ook voor jullie. Het coronavirus bepaalde ons leven. Letterlijk en figuurlijk. Het bepaalde echt wel ons leven. Van 's morgens tot 's avonds. Het bepaalde wie we nog konden zien en wie we niet meer konden zien. Het bepaalde wat we nog mochten en wat we niet meer mochten. Dat was voor jullie zeker ook het geval. Zowel voor de bewoners als voor de medewerkers. Plots moesten we gaan nadenken en improviseren. Wat mocht nog? En wat mocht niet meer? Hoe konden we onze dag indelen? Hoe konden we onze activiteiten organiseren? Hoe konden we onze bezoekregelingen organiseren? Het was een ongelooflijke improvisatietocht, maar tezelfdertijd ook een boeiende tocht. Want we hebben ongetwijfeld veel nieuwe dingen geleerd. Vele nieuwe dingen geleerd in de manier ook waarop dat we met elkaar omgaan. Nieuwe dingen geleerd hoe we de dag moesten indelen. Nieuwe dingen geleerd over wat zinvol was en wat eigenlijk absoluut niet zinvol is. En die boeiende leertocht, die pakken we mee, ook naar de toekomst. Laat wat dat betreft het geen verloren jaar zijn. Ik wil mij bijzonder richten tot de medewerkers, met een groot woordje van dank. Want zij hebben ongelooflijk, creatief, gezocht naar alternatieve manieren om de dag in te delen. Om de dag op een zinvolle manier door te brengen. Ik kreeg de voorbije weken een briefje dat ik graag even aan jullie voorlees. Een van de jongeren die schreef me: opvoeders begrepen hier echt wel wat het voor ons is om opgesloten te zitten. We kregen meer activiteiten en sport. De opvoeders hadden meer tijd voor ons. We mochten meer beeldbellen naar huis en dat gaf rust. Ze lieten zelfs alleen een kebab of een pizza leveren. En wat ook heel fijn was, is dat we af en toe eens wat langer mochten uitslapen. Niet om 7 uur gewekt worden, maar een uurtje later. Soms zelfs 2 uurtjes later. Hoe moeilijk 2020 ook was, en het was moeilijk, het was ontzettend moeilijk, maar hoe moeilijk dat 2020 ook was, het was toch ook een jaar van nieuwe ontdekkingen. Ik loop graag met jullie eens even doorheen de aanbevelingen die in het jaarverslag staan. En een van de eerste aanbevelingen gaat over een positief leefklimaat. Het voorbije jaar is duidelijk geworden hoe belangrijk dat is om te werken aan een positief leefklimaat. Daar staat of valt veel dingen bij. Niet alleen hoe dat je dat creëert, maar ook de manier waarop dat we dat doen. De inspraak van jongeren, van jullie, is daarbij van een ontzettend groot belang. Als er samengeleefd wordt, dan zijn er regels. En dan moet men zich daar ook aan houden. Maar regels die men samen maakt, zijn ook meer gedragregels. En dan is het ook gemakkelijker om zich daaraan te houden. En dat is wat op vele plaatsen gebeurd is. Soms zijn jongeren zelfs tot voorzitter gebombardeerd van de vergadering om die regels op te stellen. Wel, dat is een ontzettend belangrijk communicatief en participatief traject. Gedragregels die worden beter opgevolgd. En ik heb gehoord dat er voorzitters zijn die dat soms op een bijzonder energieke manier hebben gedaan. Als ik in de politiek nog eens een voorzitter zoek voor iets, misschien zelfs een voorzitter van een Vlaamse regering, wel, dan zal ik misschien eens bij jullie komen aankloppen. Tweede aanbeveling, die gaat over het uitwisselen en het delen van goede praktijken. De creativiteit, het participatieve traject, die goede praktijken die we op verschillende vlakken gezien hebben, die moeten we met elkaar kunnen uitwisselen, met elkaar kunnen delen. We kunnen van elkaar leren. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, om op die manier elkaar in de verschillende leefgroepen, de verschillende instellingen en dus ook de verschillende jongeren, jullie dus, te kunnen versterken. De time-outs in de instellingen die blijven nodig. Maar toch moeten we ons eens de vraag stellen of het een optie is als jongeren 2 of 3 keren per jaar zo'n heen- en weerticket te pakken krijgen. Een volgende aanbeveling die ging over gedeelde verantwoordelijkheid. Ook een heel belangrijke aanbeveling. Ik pleit ervoor in die optiek om de gedeelde verantwoordelijkheid in de gemeenschapsinstellingen absoluut een partner te laten zijn. Samen met private voorzieningen. Maar ook een rol te laten spelen samen met het VAP en bijvoorbeeld ook de partners in de geestelijke gezondheidszorg. Een volgende aanbeveling die gaat over het beveiligd verblijf. De pleisterplekken. Het beveiligd verblijf is een belangrijk element in het gehele beleid dat gevoerd wordt. Maar we hebben ook wel een visie en een toekomstvisie. We hebben daar ook geleerd over die beveiligde plekken. Hoe moeten we dat doen? Hoe moeten we daar pleisterplekken van maken? En hoe kunnen we die pleisterplekken ook inbedden? In een buurt, in een open buurt, in een zorgzame buurt. En dan ook nog een woordje over de verhuis van het detentiecentrum van Tongeren naar Beveren. Het is goed dat we dit hebben kunnen doen. Het is een vooruitgang. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. We zullen ook in de toekomst in de infrastructuur moeten blijven investeren. Ik denk bijvoorbeeld aan een betere bezoekruimte. En daarnaast blijft het van een ontzettend groot belang om verder te kijken hoe dat we de reïntegratie in de samenleving kunnen verbeteren. Er zijn met andere woorden heel wat aanbevelingen in het jaarverslag die we gelezen hebben, waar we het mee eens zijn en die we verder oppikken. Daar kan u van op aan. Ik wil jullie tenslotte allemaal bedanken. Ik wil de verschillende mensen bedanken die jullie begeleiden. Die dat op een ongelooflijk geëngageerde manier doen en soms in moeilijke omstandigheden. Ik wil ook de maandcommissarissen bedanken voor hun inzet op dat vlak. En ik wil jullie, beste mensen, beste jongeren ook, bedanken voor jullie inbreng. Het gaat jullie goed. Dankjewel, meneer de minister, voor uw reflectie op dit jaarverslag. We onthouden vooral dat het afgelopen werkjaar een leerjaar is geweest, waar zeker ook positieve elementen aan bod kwamen. Er zal ook bekeken worden om deze positieve zaken verder te integreren. Voor we definitief afscheid nemen, geven we graag nog het laatste woord aan de jongeren. En deze keer is dit weggelegd voor een jongere uit de gemeenschapsinstelling De Grubben. Hij doet dit op zijn eigen manier, via muziek. Omwille van de privacy zal hij niet in beeld worden gebracht. Ter vervanging tonen wij tekeningen, ook gemaakt door de jongeren uit de gemeenschapsinstelling De Grubbe. Zoals we daarnet bij de start van deze presentatie aanhaalden, is dit jaarverslag en ook deze hele voorstelling opnieuw te bekijken en te downloaden via de website van het Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen en het Kinderrechtencommissariaat. Ik dank graag nog Caroline Vrijens en mijn twee gasten, maandcommissarissen, Eef en Hilde. En een allerlaatste dankwoord, een speciaal dankwoord, aan al de jongeren in de voorzieningen, het volledige begeleidersteam en het directiepersoneel. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en bedankt dat u bij ons was. Wordt wakker om 7 uur, moeilijke nacht, officieel al in de ochtend. We zouden langer willen slapen als we het mochten. Ik doe mijn best voor een positief verblijf. Ik show respect en ben scherp in de bochten. Ik zou alles doen om vrij te zijn, ja wat kost het? Ja, zeg het eens wat kost het? Een positief advies is niet genoeg, wat kost het? Ja. 2 maanden is max, Hutte of De Markt, daar heb ik liever geen contact met. Ja. Omring met mensen die me helpen, ja, als ik een vraag heb, druk ik op de bel. Ze zijn er snel, snel, net superheld. Je kan zelfs een gesprek vragen met hun als het u helpt. Hey. Zal ik praten over geld? Elke week kantine en je krijgt wat je bestelt. Net als een winkel gaat het geld af van je rekening. Je ouders kunnen ook storten op je rekening. Hey. Brieven kan je sturen, ja, geen mooi geschrift, dan lukt het ook met een tekening. Hey. Maatjes zonder telly, familie kan je bellen, maar vrienden dat mag je niet. Yeah. En wat is mijn advies? Minder staffen en meer praten, want hier wordt het vies.